Wij zijn vandaag ontzettend blij dat we ons nieuwe clubhuis kunnen openen. We hebben heel veel jaren moeten wachten totdat we duidelijkheden hebben wat hier gaat gebeuren bij Achilles. We hebben veel gewacht op het verbouwen van Heracles. Dat is allemaal rond de afgelopen 2 jaar. We hebben aangepakt al het achterstallig onderhoud. We hebben nieuwe ideeën in onze binnenkant van ons clubhuis. En daar hebben heel veel mensen er druk mee geweest afgelopen winter. En dat is nu gereed. En dat vieren wij vandaag bij Achilles. Waarom heeft het zo verschrikkelijk lang moeten duren voordat jullie zekerheid hadden over de plaats waar je de komende jaren kunt korfballen? Ja, die onzekerheid die zit in de ambities, in de plannen die Heracles heeft gehad. En dan praat ik over 2006, 2005. Dat men nog een stadion wou hebben wat gedraaid was, wat groter was, wat op een andere plek lag. Het had een hele reorganisatie van de complete Ossekoppelhoek sportcomplex ten gevolge. Dat is niet allemaal afgeketst, dat is allemaal gereduceerd tot wat het nu is. Alle amateurverenigingen, inclusief Achilles, zijn tevreden met de plek. Wij hebben de binnenkant helemaal, zeg maar helemaal gestript. We hebben er een nieuw plafond in gemaakt. We hebben de wanden helemaal een nieuwe kleur gegeven. We hebben de hele uitstraling is verfrist. Is een modern jasje gegoten. Alles had een plekje. Het moest worden afgestoft op een nieuwe plek. Een van de dingen die daar nieuw in is, is onze Hall of Fame. Dat is een hele grote lijst. Daar kan elk lid zijn eigen moment of glory kan die daar inbrengen. Iemand vinden met korfbalervaring en aanspraak in Almelo, dat was niet zo heel moeilijk. Ook al buurman. Meneer Sven, ik geef u graag het woord om vervolgens de openingshandeling te berichten. Ja, dank u wel. Ik ben een beetje, gelukkig staat hier een beetje laag, maar ik denk, toen ik hier naartoe. Tussen mijn vroeger aan de eerste plaats om dit te gaan doen, toen dacht ik, ja, dat is een unieke gelegenheid om eens een keer weer de plek te bezoeken waar ik vroeger zelf gespeeld heb. Ik vond het een grote eer om hier te komen. Het is inderdaad voor het eerst dat ik van deze kant het stadion zie. En dan word ik eigenlijk ook daar heel erg trots op. Maar jullie kunnen net zo trots zijn op het gebouw wat jullie hier met z'n allen neer hebben gezet. Ja, dan nu de handeling. Het moment de supreme. Ja, zeker Gijs, kijk eens. Ja, we hebben de korf iets aangepast voor u, maar we gaan er vanuit in de inpoging. Je mag alles doen als je er maar doorgaat. Hey!